Ouders die kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, lopen vaak tegen allerlei zaken aan. Wat moet je allemaal regelen als je kind 18 jaar wordt? En welke sporten kan je kind meedoen? Nou, het is een markt waar heel veel standhouders aanwezig zijn vanuit allerlei thema's. Die zal ik zo nog even toelichten. En het is eigenlijk bedoeld voor ouders, verzorgers, familieleden, voor kinderen met een beperking. En die hebben zo'n enorme berg werk te verrichten en ook de rest van het gezin eigenlijk in stand te houden. Dat ze vaak moeilijk eigenlijk op de hoogte zijn van waar vind ik welke zorg die ook echt toegespitst is op mijn kind. En daar ligt vaak het probleem dat grote aanbieders, die kent iedereen wel, maar het gaat echt om maatwerk. En dat is fijn als je dat op één plek kunt vinden die, waar we hier eigenlijk iedereen, een aantal mensen bij elkaar kunnen roepen, waar ze die informatie op kunnen halen. Ja, absoluut. Want er zijn heel veel zorgorganisaties in Nederland. Dus er is heel veel zorg te vinden. Maar soms is de weg ernaartoe een beetje moeilijk. En op de zorgmarkt staan verschillende organisaties waar mensen ook hun informatie kunnen halen. Wie meer wil weten over sport- en speelmogelijkheden, speciale opvang, logeeradressen, juridische zaken en indicaties, kan terecht bij een van de 45 kramen van de informele zorgmarkt op zaterdag 2 juli. Ja, dat denk ik wel. En door deze zorgmarkt te organiseren zijn er verschillende informatieve stands met verschillende organisaties waar je echt verschillende soorten informatie kunt halen. We hebben verschillende thema's. We hebben vrije tijd, we hebben sport, we hebben logeeradressen, dagbesteding. Er komt zelfs een organisatie met honden die kinderen dus begeleiden met honden. Dus er is van alles te vinden. Ja, dat er zoveel verschillende instanties zijn en de juiste weg vinden naar alle instanties, dat is best lastig. Ze kunnen morgen komen naar Curio, zit op de Biesdonkweg nummer 33 in Breda. De zorgmarkt in Breda wordt gehouden van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags bij Curio aan de Biesdonkweg 33 in Breda. Kijk voor meer informatie op zorgmarktbreda.nl. Entree is gratis. Onze zorgmarkt is zaterdag 2 juli, morgen om 10 uur begint hij tot 3:30. Er zijn verschillende zorgorganisaties aanwezig. Het wordt geopend door theatergroep Babs om 10:30. Zij doen een dansje met kinderen met een beperking. Er zijn verschillende sportorganisaties aanwezig die ook een demonstratie geven. Je kunt zelfs knuffelen met honden. Er zijn veel organisaties die ook hulpmiddelen meenemen. Dus kunnen ook uitgetest worden door ook de kinderen of de ouders. Kortom, heel veel verschillende zorgorganisaties met verschillende thema's, logeeradressen. Er is echt van alles te doen.